Het snijden van brunoise. Daarvoor gebruik ik een courgette. Ja, brunoise, dat zijn blokjes van half bij een half centimeter, ongeveer. Als ik dat van courgette mag snijden, dan snij ik heel zuinig het kontje eraf. En is het vaak praktisch om te zeggen, nou, snijd zo'n courgette in drieën. Zo door. Goed, dus nu ga ik elk plakje in ongeveer, en ik doe dat gewoon op het oog, een halve centimeter dikte snijden. Stel voor dat je een gerecht hebt waar je heel veel snijwerk hebt. Dan kan het soms gewoon praktisch zijn voor het overzicht om eerst alles te snijden, klaar te hebben en dan je pan op het vuur te zetten en dan gewoon je volledige aandacht bij het koken te houden. Zeker als je begint met koken is dat handiger dan dat terwijl op een pan op het vuur staat dat je ook nog druk bent met snijden. Nu gaan we gewoon zo dit in reepjes snijden. En die reepjes die zijn dan ook weer ongeveer een halve centimeter dik. En dan snijd ik daar blokjes van. En brunoise is ideaal als je een salade wil maken. Groentes die veel in brunoise worden gesneden zijn. Wortels, courgette natuurlijk, pompoen, knolselderij, koolrabi, knolraap, dat soort groenten. En dit is dus brunoise en het kan nog ietsje fijner en het kan ietsje groffer. Maar dit is gemiddeld brunoise een half bij een half centimeter.